Ik sta hier in de koekenrayon, waar de koeken liggen. Maar wat is een koek nu? Wat is dat nu precies? Is dat gewoon een hoopje suiker en andere bucht, gemaakt om ons triestige leven heel even op te vrolijken? Ja, dat is wat het is. Ik ben Lucas Lely en dit is de Standaard Koekhandel. Ik sta hier met Raf Koppens in de koekenrayon. Ja. Raf, kijk, oké, fret veel koeken? Ja, ik fret veel koeken, absoluut. Word je daar gelukkiger van? Ja. Ja. En zo ook nadien dat je zo u dan slecht voelt? Nee, daar heb ik geen schuldgevoel over. Nee? Nee. We gaan zo over naar de koek die jij gekozen hebt over dit programma. Eerst nog een weetje. Ja. Een weetje over koeken. Het is niet altijd interessant, maar ik ga het gewoon zeggen. Okay? Het woord koek is 8 punten waard in Scrabble als er geen dubbele woordwaarde of driedubbele of letterwaarde is. 8 punten. Ja. Oké, Raf, welke koek heb jij gekozen? Hou ons niet langer in spanning. Ik ben gegaan voor de suikerwafel. Suikerwafel, dat is heel basic, hè? Dat is een basiskoek. Ja. De suikerwafel. Heel oud, denk ik al. En gewoon omdat ik dat lekker vind, eigenlijk. Dat is een goede reden. Meer uitleg heb ik daar eigenlijk niet voor, maar... Dat is mini. Ja, dat zijn de mini, maar pak maar de maxi. De maxi. Is dat een maxi, man? Suzy-wafel, dus. Voor mij de suikerwafel altijd Suzy. Ja, oké. Okay. Dat is van de jaren 70. Ik ben toen groot geworden. En zo de jaren 70 hadden de suikerwafel van Suzy, van Sylvain Tak, van de Radio Miamigo. Die heeft dat eigenlijk uitgevonden en voor mij is dat een basic suikerwafel. Dus dat zijn dezelfde die je heel lang geleden ook al op had? Ja, ik pak nog altijd, als mijn vrouw dan de supermarkt gaat, ze moet die meebrengen. Moet ze terug. Ja? Ja. Er zijn ook nog corona en de lijze wafels en zo, maar ik ga voor de Suzy. En is dat nostalgisch voor u zo? Brengt dat herinneringen terug of zo? Ik ben vroeger naar school geweest, ook in mijn jeugd. Ik ben naar het college geweest in Aalst en ik was daar niet graag. Nee. Ik zat ertussen allemaal met een extraverte gasten zo. En ik was dan een beetje, ik voelde me dan niet goed, maar dat was wel een winkeltje dat om 10 uur open was, smiddags open was en om 3 uur open was. Ja. En daar verkochten ze Marsen en Twixen en onder andere Suzy suikerwafels. Dat was het geluk van uw dag dan ofzo? Ja, dat maakte mij gelukkig in die ellende van dat college. Man, ik snap dat volledig. 2 keer per dag ging ik aan de suikerwafel. Ik was ook veel dikker toen. Hè. Ik was, als je foto's ziet van vroeger, gaat mij volledig herkennen, want ik was dikker. Ja, ja, ja. Okay. En dat was eigenlijk mijn enigste opleving op die dag. Dat is triestig en mooi tegelijkertijd. Ja, ik vind ook een suikerwafel, als je daar naar kijkt. Ik ga dat een keer open doen. Ja, zeker, laat u gaan. Dat staat eigenlijk symbool voor mijn leven, kijk. Ik ga dat een keer open doen, volledig open. Nee. Je ziet, die vorm alleen al, dat is al geweldig, vind ik. Ik wil ook trouwens zeggen, het totaal aantal suikerwafels in de wereld is altijd een even getal. Dat ze per 2 gebakken worden. Ah. Maar kijk, voor mij, zo'n wafel dat geeft symbool voor mijn leven. Dus eerst is er niks. Ja. Het volledige niks. Dan word je geboren. Oké. Okay. Je komt op die wafel. Je fret die naar boven via de moederkoek. Je zit aan een top aan het begin van je leven. Dat is ook meestal mooi. Hè. Je wordt in dat watten gelegd. Zeker weten. Je krijgt eten, je moet geen slag doen. Dan kom je in een eerste dal, dat is de school. Ja. Je zit in de put, je raakt eruit. Door te werken. Dan word je komiek of doet je iets anders. Dat is ook meestal miserie. En dan kruip je daar terug uit. Ups en downs eigenlijk. Ups en downs, ja. Fantastisch zeg. Mooi. Dat is toch een mooi beeld. Dat is heel mooi, ja. En dan uiteindelijk gaat je er terug af en kom je terug in het niks. Oké. Ik heb me nooit zo nagedacht over een suikerwafel. Oké, ik zou wel dat we allemaal eens proeven. Ik ga ook eentje nemen. Ja. En dat is op de filosofie keer. Dat is niet dat ik uitgevonden heb van het programma. Een beetje. Dat is lief. Dat maakt het wat dieper ook, hè. Cultuur. Raf, smakelijk. Ja. We gaan eens proeven. Dat is fantastisch. Dat is een oerkoek, hè. Fantastisch. Dus je kunt dat eten als je geen gebit meer hebt. Zoals... Ah. Met anders gebit is weg. Toekomstproof. Oké. Dat gaan we nooit in de steek laten, een suikerwafel. Dat is een school. Ik heb met school doen overleven. Dat zal met mijn pensioen ook laten overleven. Dus, ik heb maar één vriend in mijn leven, dat is de suikerwafel. Eén? Al de rest komt en gaat, maar de suikerwafel is gebleven. Man. Dat gaat boven liefde en seks en allemaal dit. Hè. Maar mensen beseffen dat niet. Ja. Het geluk is gewoon in de lijst te vinden, zo, met een suikerwafel. Of een andere winkel. Nee, maar ik meen dat, hè. Pas op. Oké. Okay. Goed zo. Ja, Raf, enorm bedankt. Suzy was my first love. And it will be my last. Suzy in the future. En Suzy in de pijn. Ja, ik ben bij van 7 man. Raf, vrij bedankt om hier te zijn. Ja. Dit was Standaard Koekhandel met Raf Koppens. Smakelijk. U.